Goedemorgen iedereen! Ja, nieuwe dag, nieuwe video. Welkom bij de nieuwe video van Blu-ray Daddy 82. Oh yeah. We gaan subiet naar. Hoe noemt het weer? Ruislede, dat is een rommelmarkt. Mijn broer zit er ook normaal staan met een stand. En we gaan een keer gaan kijken wat we daar kunnen vinden. Hè. Veel meer uitleg moet ik niet geven. Hè. Misschien. Nee, toch niet. Allee, tot ziens. We gaan een keer gaan movie hunten. Let's go, yo. Maar we hebben hier een special guest. En kijk een keer wie dat is. Voilà, Olivier Zé. Voilà, hey, wat heb jij zo'n mooie trui aan? Wie is dat allemaal? Spider-Man en Krika. Dus zeg het nog een keer. Spider-Man, Krika en Iron. Ja? Spider-Man en Krika. Amai, jij hebt wel een coole eenmaal vuistjes, hè? Ja, is zo. En dan zo. Voilà, ze. Ga je mee naar de Rome, Mart? Ja. Ja? Ja, let daar op tafel. Hey, dik duimen, Mart. Piep. Let's go! En nu moet jij zo roepen. Yo! Oh. Yo! Heb je die al, Olly? Ja. Heb je hem al? Nee. Nee? Nee. Ah. Ja. Kleine Spidey. Wie is dat? Kleine Spidey. Heb je hem al? Nee. Jo. Die wel, hè. Die heb je wel al, hè. Hé? Heb je hem al? Ja, hè. Hallo mensen, we zijn hier met een mega bekende rommelmarkt. Hier. Wesley Herboud, mijn broertje. Staat hier al van morgen 4 uur. Het is nu. Oh ja, kijk je horloge aan. Hoe laat is het nu? Hoe laat is het? 11 uur bijna en hij al 30 euro. Ja. Voor dat geld kun hij al, ja, met uw bio shit, kun hij al 3 patat kopen. Allee. 3 patat en klein zakje wortels. Ja. Allee, het is nog niet voor. Mango. Gedroogde mango. Lekker. Lekker. En waar is je vriend? Met de kindjes ergens. Ah, ze is aan het rondhalen misschien. Thuis dus. Ah ja, met de kindjes ergens. Thuis. Dus jij moet ook weer opstaan. Nee, ze is juist vertrokken naar de winkel. Ze is juist vertrokken naar de winkel. De lijst is ook. Ja. Ja. Hij houdt naar de lijst. Soms. Oei. Dat is ook wel duur, Toon. Ja, hij had wel meer moeten verkopen dan 30 euro. Staat hier terecht. Goed. Allee. We gaan een beetje verder gaan. Allee. Salut, hè. Moet je niks kopen? Nee, dank u. Ik weet het,
Ik vind het erger dan de mensen die hierin komen. Kijk, kijk. Ze hebben 5 euro voor allemaal is ook goed. Hola. Waar is hij? Ah, kijk. Mijn pa is er. Ja, kom jij hier doen. Ja, kijk. En waarom komt hij niet naar hier? Maar nee. Huh? Maar nee, ja, ziet, dat is familie, hè. Familie, dat, wij trekken elkaar aan, hè. We trekken elkaar aan. Maar zijn auto is kapot. Hoe zijn auto is kapot? We zijn vering en deur is vol. Ja. Pas een bed. Hier. Allee, goed. We gaan ja, even wachten op Pippi Leffe. Ja, stom. Voilà, mensen. En ondertussen voilà, is mijn daddy hier toegekomen. Yo. Ja, hij vertelt juist dat zijn vering kapot is. Ja, maar het is goed dat je je vering niet van... van Lotte, hè. Ah, dat is van uw bed. Ah, ja. Dat mocht jij niet veel uit, hè. Dat mocht niet veel uit, omdat je vering van je bed kapot is. Ja, ja, jong, ja. Het is ambetant, hè. Ja, met gerust zijn. Als ik zou dan mijn prijzen betrekken. Ah, ja, maar weet wat dat zijn, hè. Vering kapot is gewoon zot, hè. Gewoon zot, hè. Allee, salut, hè. Yo, goed weekend, hè. Yo. Kijk, Wesley, blijf maar verkopen. Ik sta hier nog maar 5 minuten en je al meer of 10 euro verkocht. Kijk, weer verkocht. Ik zou je beter blijven staan, hè, Wesley. Brol, hè? Brol, ja. Zeg, hé, dus je kunt hier met heel uw kot staan, want dat is al brol. Allee. Kom maar naar huis. Salut. Voilà, zie mensen. Ondertussen is de rommelmarkt gedaan. Het was een super groot, maar spijtig genoeg hadden we niet genoeg tijd voor alles te doen, omdat we nog andere dingen moeten doen vandaag. Was het een beetje leuk, Olivier? Ja? Ah ja. Doe maar een duim omhoog, hè, dan. Voilà, ze. Bij alles dat je vraagt, die duim omhoog. Dus ja, ik heb een paar films gevonden. 1, 2, 3, 4, 5 films heb ik gevonden in totaal. Ik ging er waarschijnlijk nog wel meer gevonden hebben, maar ja, er ook niet te veel vinden. Hè. Gewoon rustig, alle weken een beetje. Hè. Maar ik heb nu al geen plaatsen meer. Het is erg. Ik ga beginnen moeten stockeren en doen. Maar ja, het is wat het is. Ja, als je wil zien wat ik gekocht heb op de rommelmarkt, wel, dan moet je subiet een beetje verder kijken. Hè, want we gaan subiet een keer tonen wat we allemaal gekocht hebben. Let's go! Dodo! Voilà, zie mensen! En ondertussen zijn we terug thuis. We gaan een keer tonen wat we allemaal gekocht hebben op de rommelmarkt. Ik heb dus, zoals ik daar straks gezegd heb, 4 dvd's en 1 blu-ray gevonden. Dus ja, we gaan beginnen bij het begin, gelijk altijd. Hè. Goed, ik zal eerst de dvd's tonen. Al de dvd's waren een euro het stuk, behalve 1 was 50 cent. Dus de eerste dvd van 50 cent dat ik gevonden heb, was The Passion of the Christ. Die heb ik vroeger nog gezien, mega schone film, hele erge film. Maar ja, de max van de film, hè. Geregisseerd door Mel Gibson, super goed. Dan de volgende was een euro, dat is The Original Dark Water. Ik heb het vannacht een keer gelezen, het zag er mij wel interessant uit. Ik denk dat het wel ja, een goede film zal zijn. Laat het een keer weten in de reacties of dat een goede film is. Ik weet het echt niet. Dan de volgende film is nog één dat ik in de cinema gezien heb. Met Antonio Banderas. Dat is The 13th Warrior. Voilà. Dat is ook een schone film, maar ik herinner me eigenlijk wel niet veel meer van. Dus ik ga een keer een rewatch moeten doen. Dan de volgende film, zo'n soort films zie ik ook wel echt graag. Dat is een film met Ryan Phillip, Abby Cornish, Shannon Tatum en Joseph. Joseph Gordon-Levitt. En dat is Stop Loss. Ik vond dat een vrij goede film. Ja, ik ben blij dat ik hem in mijn collectie heb. Dat was ook 1 euro. En dan de volgende film is op Blu-ray. Vroeg eerst 5 euro. Ik heb Oh my god, ik kan me echt niet meer babbelen. Afgeboden. Fucking hell. Dus afgeboden naar 3 euro en dat is de film It. Ik dacht dat ik hem al had in de collectie, maar blijkbaar niet. Dus blij dat ik hem gevonden heb. Voilà, It.
Dus ja, dat waren de films, mensen. Vijf in totaal. Ik ga nog een keer herhalen. The Passion of the Christ. Ik ga hem hier ver tegen mijn neus geslagen. The Original Dark Water. Met Antonio Banderas, The 13th Warrior. Stop Loss. En It. Voilà. Ik ben blij met mijn, stapeltje. Ja, voilà. Dat was de video, mensen. Ja, maar ik kan het meer zeggen. Niet veel, hè, ja. Ik ben nu in verlof, dus er komen al steeds nog video's aan. Dus stay tuned. Blijf kijken. Ja, ik ben een beetje moe, mensen. Ik kan niet zo goed babbelen als ik moe ben. Dus, hey, en dan nog. En eigenlijk, who cares, hè? Allemaal bedankt om te kijken. Like de video, abonneer alsjeblieft op mijn kanaal. Je kunt mij altijd volgen op Instagram. BlueRayDaddy82. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. Voor een nieuwe dag, voor een nieuwe video. Wanneer dat zal zijn, ik denk morgen. Maar hey, we gaan het wel zien, hè, mensen. En ah ja, niet vergeten, hè. Salut!